als ik zeg colaflessen, welke afvalbak moet hij dan? Plastic. Een plastic afval. Of hij moet ingeleverd worden bij staatsgesteld. Een plastic bak, dat mag ik er gewoon in de grijze. In de plastic afvalbak of we brengen hem terug en we incasseren daar 25 cent voor. En een bananenschil? In de afvalbak, de GT. Die gooi ik in de groentebak. Moet je even nadenken, groente toch? Groente, die groene bak. De Westlander gooit nog steeds veel groente- en fruitafval in de grijze of ondergrondse container voor het restafval. Het gaat om 72 kilo per jaar per inwoner. En daarmee scoort Westland slechter dan vergelijkbare gemeentes in Nederland. Waar komt dat, denkt u door? Gemakzucht, denk ik. Ik denk wel een beetje door het wanbeleid, door het heen en weer geslingen van wat gaan we doen. Wel apart inzamelen, niet apart inzamelen, weer bij elkaar kiepen. En dat geeft geen vertrouwen natuurlijk. Geen interesse. En ja, de Westlander is daar vrij strak in. Die interesseert dat op zich niet zo erg. En wat zou er dan moeten veranderen? Nou ja, dat de mensen een beetje secuurder erop gaan letten. Denk weer folders in de bus doen. Mentaliteit is moeilijk te veranderen. Maar ja, daar zou je aan moeten werken. Door het te blijven proberen. En we hadden eerst van die gele zakken. Was dat een oplossing? Die aan de lantaarnpalen hingen? Nee, dat vond ik... Want de mensen die hingen ze veel te vroeg op. Altijd van die meel of van die kraaien en zo. Gore beesten, die prikken alles lek. Overal nog stront. Dat was verschrikkelijk. Dat vond ik heel erg. De vogels en de meeuwen die zaten eraan te pikken. Het zootje lag allemaal over straat. Verschrikkelijk. Ik snap het niet, want ik doe het altijd netjes.